Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 28, lekker druk. Het gonst van de bedrijvigheid momenteel in het irrigation scheme. De stofwolken bereiken een ongekende hoogte, want droog is het, mensen. We hebben het hier nog nooit zo droog gezien. 2 maanden nu al is er geen druppel regen gevallen. Dag in, dag uit is er de zon. Een zon die geen vreugde schept om haar warmte, maar mens en dier bijna verlamd met een verzengende hitte. Reeds om 7:30 tracht je haar te ontlopen, maar daar waar je schaduw vindt, daar speelt zich de bedrijvigheid niet af. In het veld, daar is het werk, en daar is de eerste maanden nog zoveel werk dat we haast zeker weten, wanneer alles achter de rug is, we haar toe zijn aan een aardige vakantie in Malindi aan de Indische Oceaan. Het land is bijna geploegd. Er liggen nog wat stukjes waar nog aardnoten staan die echter nog niet oogstbaar zijn. Verder ligt alles om, alleen sommige blokken lijken meer op een stoppenland dan op een vers gekeerde akker. Toen we ze ploegden, stond er onkruid dat gemiddeld een hoogte had van 1,30 meter. Weinig ploegen die daarop zijn gemaakt. De boeren hadden geen tijd om het vuil met hun pangas te kappen, dus dan de ploeger maar in. Het land is nu geschijfd. 4 schijvenploegen hebben 16 dagen achtereen werk gehad. Nooit hoefden we te zoeken waar de jongens aan het werk waren. Reeds op 1 mijl of 4 afstand konden we hen lokaliseren, want een soort stofkolom vergezelde hen van de vroege morgen tot de late avond. Toch klaagden Wangi, Dina, Ali en Kimoto, de trekkerschauffeurs, bijna nooit. We zijn tevreden over hen en ze hebben hun best gedaan. Nu zijn er 4 ruggentrekkers bezig om het land gereed te maken voor de katoenplant. Dat heeft wel enig zoeken gekost voor we daar de juiste trekkerschauffeurs voor hadden. In het begin zagen de voren eruit alsof de jongens stomdronken op hun trekkers zaten. Geleidelijk hebben we de beste eruit gehaald en nu is het nog niet om over naar huis te schrijven, maar het gaat. En wat zou het eigenlijk ook? Oom Karel beweerde altijd dat er op een kromme voor meer groeit dan op een rechte. Geen waterdicht excuus, maar wat wilt je? Anania, de kleine D4 Caterpillar chauffeur, is ook aan zijn trekker gekomen, want op iedere blok van 20 acre moeten de voedingsirrigatievormen worden getrokken. Een blok van 20 gemeet of 20 acre is verdeeld in 5 blokken van 4 acre en daartussen komen de voren en die het water uit het hoofdaanvoerkanaal het land inbrengen. Een precisiewerkje, want het staat te gek als ook die voren krom liggen. Maar hij kan het en met een enorme stofbril op zijn markante kop zit hij als een veldheer op zijn Caterpillar. Als je hem komt controleren, dan grijnst hij breed. Naar Missouri? Vraag je dan. Missouri sama buana. Heel goed, meneer. En voort gaat hij weer. We hebben in de tussentijd ook nog 20-tal blokken geëgaliseerd waar dat nodig was. Vooral de vooreinden zijn daar jarenlang verkeerd opgeploegd en veel te hoog komen te liggen. Geen groter probleem voor een irrigatieboer dan stukken land te hebben die hoger liggen dan de rest van het land, want hoe krijg je dan het water daar op de juiste hoogte? Sahumani, een oude trekkerschauffeur die een fundi, een vakman, op het gebied van levelen, van legaliseren is, is er goed voor geweest. Zelfs zondags heeft hij gewerkt. Geen probleem voor hem, want hij is een moslim. 12 februari is de grote dag, want dan beginnen we met de onderste blokken van het project. De boeren zijn gewaarschuwd. De pachters van deze onderste blokken, 400 acre, moeten aanwezig zijn, want dit jaar gaan we echt systematisch zaaien en planten. Niet zoals voorheen altijd werd gedaan, dan had een boer in de bovenste helft van een blokje klaar en tegelijkertijd ook eentje in de onderste. En het irrigatiewater moet dan veel te veel gespreid worden aangevoerd, met als gevolg grote verliezen aan water. Nu wordt dus alles eerst onderop geplant en de boer die er niet bij is krijgt geen kans meer tot er 2e irrigatie gegeven wordt. En dat kan dan 10 tot 14 dagen duren. De grote pompen bij de rivier zijn nagekeken. De pompdrivers zijn gereed en straks gaan de pompen 24 uur draaien om voldoende water te hebben voor de velden. De rivier staat laag momenteel, maar er zal toch, zoals er zich laat aanzien, water genoeg zijn. Obonjo, de dragline chauffeur, moet nog 2 mijl van het 16 mijl lange hoofdirrigatiekanaal schonen. Als dat gebeurd is, dan hebben we alleen in het kanaal al een enorme voorraadberging aan water.
En verder hebben we een van de vier nachtreservoirs schoongemaakt. Deze nachtreservoirs lijken veel op grote vijvers. Gedurende de nacht wordt daarin het water opgeslagen, zodat er overdag altijd genoeg beschikbaar is. We hebben geen volk genoeg om het reservoir te schonen. En te meer daar Anania toen juist ziek was en niet met zijn D4 uit kon rukken. Maar geen nood. In de gevangenis van Galole, waar 200 zware jongens bijeen worden gehouden, is altijd wel een vakman in het een of ander te vinden. Een Maasai, tot onze grote verbazing, bleek dat te kunnen. De gevangenisdirecteur stuurde tegelijkertijd nog een 20-tal andere gevangenen mee om te helpen. Een raar volkje, bijeengeraapt uit Kenia, Oeganda en Tanzania. Jongens van diverse stammen, Luo's, Kikuyu's, Kambas, Maasai, Pokomo's, Baluya's en ga zo maar door. Er was heel de dag een bewaker met een groot geweer bij en af en toe maakten we zo een praatje met enkele gevangenen. De jongens verdienen in de bak niet zo heel veel, om precies te zijn 5 Nederlandse centen per dag. En daarvan wordt dan de helft nog ingehouden, want ze moeten als ze vrijkomen tenslotte ook nog een centje hebben. De meesten zijn voor 18 maanden of meer hier gedetacheerd. Ze moeten niet alleen een straf uitzitten, maar velen van hen krijgen ook nog hun maandelijks portie strokes of the cane, stokslagen. Bijna iedere uitgesproken straf voegt de rechter ook nog wat stokslagen toe om de delinquenten er vooral aan te herinneren dat ze wat misdaan hebben en dat het geen lolletje is. Maar goed, het waterreservoir is nu schoon, het water kan erin, het wachten is nu op de grote dag. En dan maar hopen, zoals alle boeren overal ter wereld doen, hopen op goed weer. Hopen op een goede oogst en hopen op een goede prijs. En wij Nederlanders hopen daarbij dat de boeren ook werken willen, want met hopen alleen komt men er niet. En helaas, er zijn hier hopen boeren die alleen maar hopen. Dank u, schrijft Kouter.